Sportsignaal Radio. Sportsignaal Radio. Allereerst gefeliciteerd met 3 punten. Ja, dankjewel. Het is een goed debuut, toch? 2 gespeeld, 6. Jammer dat we verleden week niet speelden. Een beetje het ritme eruit, maar op zich denk ik dat we wel verdiend gewonnen hebben. Kijk, het wordt altijd moeilijk. De eerste helft vond ik zelf dat we erg goed speelden. Veel druk naar voren, veel balbezit. Ja, en dat ik al eerder gezegd heb, dan de voorhoede te nonchalant met hun kansen opgaat. Ja, dan moet meer rendement uitgehaald worden. Ja, want de eerste helft was gewoon... bluften jullie de tegenstander eigenlijk af. Want zodra zij op het middenveld de bal hadden, was het druk zetten. En binnen 5 seconden eigenlijk een soort Barcelona-regel. Hè? Binnen 5 seconden de bal. Ja, dat werd ook goed uitgevoerd en dan creëerden jullie allemaal kansen. Maar dat leidde dan niet tot doelpunten. Nou ja, en dat is nou hetgeen waar die spelers die ik dan heb, die moeten meer rendement. En dat trainen we ook steeds op maandag en woensdagavond. Snelheid naar voren, balbezit komen, gelijk afmaken. Maar dan niet te etaleren hoe goed je, wat voor techniek je hebt. Maar het gaat echt over puur voor rendement. Ja, we hebben weer een hele nieuwe ploeg. Er staan er zeker 8 nieuwe jongens in. Dus het is elk jaar natuurlijk weer puzzelen en meten. Maar op zich hebben wij een hele lekkere, frisse ploeg. En ik zeg ja, ik mis achterin mijn laatste man Valentijn, die ook wat meer rust brengt. De jongen komt van Utrecht, die heeft gewoon heel veel ervaring. Maar ik denk ik vind op zich deze wedstrijd niet als toegetrokken hebben. Alleen de angst sluipt in als je met lange ballen speelt. En dat was natuurlijk een behoorlijke luchtmacht. Eén was gewoon 120 kilo en die ander had 3 kilo rastahaar. Die was ook heel erg groot en sterk. En het blijft gevaarlijk als die afval aan de bal komt. Ja, en ik zeg joh, 2-1 moet je ook naar je toe trekken. Ik had nooit verwacht dat ze gelijk zouden komen, al wel ze kansen krijgen. Maar ik vind nogmaals, we hebben gewoon verdiend gewonnen. Ja, precies, want we bleven dan even bij de rust. En toen sprak ik hier wat mensen op de tribune. Die zeiden als we zo doorgaan, dan tikken we 7-8-0 aan. En toch lukt dat dan niet. En je noemde het net zelf al een beetje eigenlijk van etaleren hoe goed ik ben. Maar is dat eigenlijk een beetje het gevaar voor te werven in deze klasse? Want ze zijn eigenlijk veel beter. Dus als je dat teamgevoel er misschien mee inzuipt, ja, dan ga je echt makkelijk meedoen om de bovenste plaats misschien wel. Wat jij zegt is natuurlijk een kern van waarheid. Dat ze gewoon, ze moeten op een simpele manier willen voetballen en het ook niet weg kunnen geven. Dus dat moeten ze meer als team spelen. Ja, het blijven jongens die zoveel techniek hebben van de straat en die willen toch iets laten zien. En, ik heb ook aangegeven achterin van luister, als je het niet weet, dan schiet je de bal mannen voor. Dan sla je maar een linie over en probeer je maar op een of andere manier, dan kan je rust bewaren. Nou, dan gaan we gewoon trainbaar maken. Maar nogmaals, ik ben blij met het debuut in de tweede klasse. We hebben 6 punten en we worden nu gepretendeerd als de titelkandidaat en weet ik veel het allemaal. Maar je moet het allemaal waarmaken. En we hebben een hele grote selectie. En er zijn de jongens nog in 2 die hebben bewust van mij straf gehad en die mogen voorlopig niet voetballen. Dus ja, ik ben niet bang dat we niet zouden meedoen om de bovenste plaats. Ik vind gewoon nogmaals, dat is niet arrogant bedoeld. Maar als je zo'n ploeg hebt, moet je ook bovenin meedoen. En niks is leuker om bovenin mee te doen. Daar gaat het toch over. Ik kan niet zeggen, ja, ik wil een middenmoot recht een rijtje, want dat slaat helemaal nergens op. Ik wil altijd kampioen worden. Nog een beetje proberen te handhaven, dat is eigenlijk onnodig met deze ploeg. En je zei het, een grote selectie en er is dan nog iemand toegevoegd. Boukari, die overkomt van Haaglandia. Als ik zo het team heb gezien, waar zou hij dan eigenlijk moeten voetballen? Ja, hij zou zijn strepen moeten verdienen, want hij is natuurlijk nog steeds in 7 wedstrijden nog geschorst. Ja, en zolang het goed gaat, ben ik niet de trainer en zeg, oh ja, omdat je Boukari heet, kom je erin. Op geen enkele wijze doe ik zeker niet, ook niet wisselen om het wisselen. Maar hij moet het gewoon verdienen en dan moet het laten zien in de komende trainingen. Ja, als ik hem nodig heb, heb ik hem nodig. Maar dan moet hij er ook staan. Ja, en dat is geld voor de rest ook. Dus we doen het ook met z'n allen. Ik heb zeg maar 18 man. En wie er speelt, speelt er. En dat is nou eenmaal prestatievoetbal. Je kan 4 keer reserve zitten. En als je dan die 1 keer speelt, moet je gewoon zorgen dat je er staat. Ja, prestatievoetbal. Ik zat net even boven de bestuurskamer. Ze baalden eigenlijk dat het even dan net geen 5-6-0 wordt. Waarop ik zei van ja, uiteindelijk eind van de competitie tellen alleen maar volgens mij dat je hier +3 punten opschrijft. 2 gespeeld, 6 punten. Lijkt me een hele mooie start van dit seizoen. En ik wil nog even zeggen, ze zijn natuurlijk hartstikke verwend. Hè? Eerst van de 4e klasser de onderste 5 steeds gehaald, jarenlang. En ineens binnen 2 jaar 2e klas, terwijl de doelstelling was binnen 4 jaar naar 2e klas. Nu weer bovenaan meedoen. Ja, men raakt gaaf verwend. Hè? En dat moet altijd met mooi voetbal, het moet ook. Maar ze moeten wel de hand in eigen boezem steken. En zorgen van, wat we bereikt hebben, dat is uniek. Nou, dat hebben we nog nooit bereikt. Dus wat dat betreft ben ik daar heel blij mee. Maar ook voor de club, natuurlijk. Het einde van het sprookje is nog niet in zicht. Nee, zeker niet. Oké.
Het sportieve geluid van de Haagse regio. Sportsignaal Radio.